Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van half zeven vanochtend kunnen we zien dat een groot deel van het land is opgeklaard. Alleen in Zeeland komen nu nog wolken voor. Vanochtend is het ook nog koud op veel plaatsen, de temperatuur ligt ruim onder het vriespunt. In de loop van de ochtend komt de temperatuur wel hoger. Uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 1 tot plaatselijk 3 graden. De wolken in Zeeland zullen ook grotendeels verdwijnen en dan is het op de meeste plaatsen zonnig weer, maar wel bij een matige zuidoostenwind en daardoor voelt het kouder aan. Vanavond is het ook helder en dan gaat het opnieuw vriezen in het binnenland, plaatselijk al matig min 5. De wind trekt nog wel wat verder aan, aan zee tot vrij krachtig kracht 5. Morgen ook een vrij stevige Zuidoostenwind. De temperatuur doet wel een duidelijke stap omhoog vergeleken met vandaag. Het wordt 5 tot 7 graden. Verder zien we in de loop van de dag vanuit het zuiden middelbare en hoge bewolking binnenschuiven, maar blijft wel droog. Ook zaterdag is het nog een groot deel van de dag droog. De bewolking wordt wel steeds dikker en in de avond zal de bewolking zelfs overheersen. Het wordt 7 of 8 graden bij een madige Zuidenwind. Vanaf zondag is het licht wisselvallig met van tijd tot tijd regen en vrij veel bewolking. Overdag is het ruim boven nul en s'nachts. Rond het Vriespunt. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl.